Wa alhamdulillahi wa 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 ala wa ala alihi wa sahbihi wa man welkom bij de tweede les van de cursus Leer Arabisch Lezen. Um, in de eerste les hebben we drie punten behandeld, namelijk hoe schrijf je de letters, uh, hoe spreek je de letters uit en wat zijn de klinkers. Die drie dingen zijn behandeld. Uh, als je de eerste les volgt, uh, wordt er ook aangegeven dat er huiswerk is. En dat is namelijk dat je alle 29 letters leert. Dus als je dat nog niet hebt gedaan, stop dan even met kijken van deze video. Ga terug naar de eerste video. Uh, uh, ga naar de links toe en leer eerst het huiswerk. Want dat is de basis waarop we de rest van de cursus gaan geven. Um, dus als je nu verder kijkt, ga ik ervan uit dat je de 29 letters kent, zowel de schrijfwijze ervan als de uitspraak ervan, in combinatie met de klinkers. Dan komen we bij het vierde punt. Wat is, is een sekoen? Nou, zoals je hebt geleerd heb je uh, een letter. En een letter heeft een klinker. Een damma of een vetcha of een kesra. Boe, be of bi. Um, wat ook mogelijk is, is dat een letter geen klinker heeft. Alleen dit komt nooit aan het begin van een woord. Want de Arabieren beginnen nooit een woord met een sekoen. En een sekoen betekent dus afwezig, de afwezigheid van een klinker. Dus het is altijd de tweede letter of de derde letter, of in ieder geval niet, nooit de eerste. Ik zal je even een voorbeeld geven. Nou, ik schrijf even een paar letters op. Ik neem aan dat je deze letters kent. Krijg Ken je deze letters nog niet? Ik ga dan terug, stop dan deze video en ga het huiswerk doen van de eerste, van de, van de eerste les. Oké, okay, hier hebben we een noen. Deze noen heeft een damma. Uh, deze te geven we een vetga. En nu geven we een sukoon. Een sukoon schrijf je met een rondje: zo'n rondje. Op de letter. Dat betekent dat deze letter geen klinker heeft. En dan ge vervolgens geef ik de volgende een, een streepje boven de letter. Dus hoe spreek ik dit uit? Nou, ik heb de noen met een damma, Dus noe. Dus ik ga gewoon letter voor letter. Ik begin met de eerste letter. Noe. De tweede is een te met een fatha. Dus te. Dus noe, te. En nu heb ik een, een del met een sekoen. Nou, dan, dan spreek ik de del uit, maar ik spreek geen klinker uit. Dus ik zeg noe, ted. En vervolgens heb ik een meme met een fatha Dus me. Dus nu Ted me. Want ik heb gewoon willekeurige letters neergeschreven. Het is niet een een woord met betekenis. Dus een sekoen is eigenlijk een afwezig zijn van een, van een klinker. Dus je hebt een klinker, dus o, a of i. Of je hebt een rondje en dat betekent dat er geen klinker is. Dat is eigenlijk alles wat een sekoen is. Het valt, het valt wel mee. Op zich. Um, dus dat is een Nou, Dan gaan we iets anders leren. En dat, is, dat is namelijk het verlengen van een klinker. Dus we maken van een korte klinker, van een, korte klinker maak je een lange klinker. Nou, hoe doe je dat? Nou, als we hier de letter B hebben, aan het begin van een woord. Met een. Met een damma erop. Een damma is het Oe-geluid. Dus Boe. Als ik wil verlengen, dan kan ik een letter gebruiken die we al hebben. Namelijk de Wou. Een Wou met een sekoen. Een Wouw met een sekoen. Is een verlenging van de Dhamma die er voorkomt. Dus je, hebt, uh, je spreekt eerst de eerste letter uit, namelijk de BE in dit geval. Dan de Dhamma, dus OE, dus wordt het boe. En met de wou verleng ik de uitspraak van de Dhamma. Dus ik zeg in plaats van Boe, zeg ik Boe. In plaats van Boe, zeg ik Boe. Uh, als ik een BE heb met een fatha, zeg ik BE. Wil ik deze verlengen, dan gebruik ik de elif. Dan wordt het, in plaats van b, wordt het b. In plaats van b wordt het b. Dus boe, b. En dan ook voor de laatste. Dat is natuurlijk de kestra. Dus de i. Hier zeg ik bi. En wat ik dan doe, is ik kom met een. Met een je. Ja met een seconde. B, dus in plaats van B zeg ik B. Dus in plaats van hier zeg ik bijvoorbeeld boe bè B, wordt het boe ba, B. En de voorwaarde is dat de wow na ja, de danma een seconde heeft. En de ja na de Kesra, een sekoen heeft. De Elif, de, deze letter is de Elif, deze heeft altijd een sekoen. De Elif heeft uh, altijd, het kan nooit voorkomen dat de Elif geen sekoen heeft. De Elif heeft altijd een sukun. Dus. En de enige functie van de Elif is om de Fetha te verlengen. Dat is de enige functie van de elif. Uh, maar de wow en de ja, yeah, die kunnen ook anders gebruikt worden. Je kan namelijk een wou hebben met een vet haar op, dan zeg je we. Je kan een, 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 een wou hebben met een, uh, met een dam erop, dan zeg je woe. En je kan een, uh, een wou hebben met een, uh, met een uh, kesra erop, dan zeg je wie. Dus een wou met een vet haar, een wow met een damma en een wow met een. Kesra. zeg je we, woe, wie. Hetzelfde geldt voor de ja. Yeah. De yeah kan ja kan een vetha hebben of een damma of een kesra. Dan zeg je ja, yeah, you, ye. Maar de elif die kan nooit een klinker hebben. Dus die verlengt altijd de vetha van de letter die ervoor komt. En aangezien we hebben gezegd een, een woord kan nooit beginnen met een sekoen, kan de elif dus ook nooit aan het begin van een woord komen. Een elif kan nooit aan het begin van een woord komen. Nou, dit is eigenlijk uh, de twee punten die ik wil, nu wilde meegeven. Um, bekijk het nog een keer als, als het nodig is. Um, je hebt nu geleerd wat een skoen is en wat uh, de lange klinkers zijn, als het ware. Huf al-med heet dat. Wallah wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina mahmidi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.